Hoe maak je nou keuzes in die leeromgevingen? Daarvoor gebruiken we een model. Het model zie je hier, dat is het curriculair spinnenweb van Den Akker. En in het curriculair spinnenweb staan allerlei thema's waarmee je te maken krijgt als je een leertraject ontwerpt. Op cursusniveau of curriculumniveau, dat maakt niet uit. Nou, een aantal van die vragen in dit curriculair spinnenweb, het antwoord daarop, dat ligt min of meer vast. Hè. We ontwerpen van buiten naar binnen, dus als het bijvoorbeeld gaat om leerdoelen en trouwens ook de visie, ja, daar heb je als het goed is al antwoord op gegeven en daar valt ook niet in te differentiëren. Maar op een aantal andere aspecten van het spinnenweb is differentiatie best mogelijk. En een van de dingen die je in het spinnenweb ziet staan is de leeromgeving. Hè. Die leeromgeving die zagen we net ook in dat tetraedermodel. Daar zou je dus verschillende keuzes kunnen maken, afhankelijk van de doelgroep, de leerdoelen enzovoort. Nu zegt het curriculair spinnenweb wel dat ja, als je ergens andere keuzes maakt, hè, dus als je een beetje gaat morrelen aan die leeromgevingen, dan kan dat invloed hebben op keuzes die je maakt bij de andere onderwerpen. En heel concreet, als jij kiest bij leeromgeving voor zelfstandig, ja, dan betekent dat dat het antwoord op de vraag met wie leren we, ja, dat is die student alleen. Terwijl als je kiest voor het leerteam, ja, dan leer je met andere studenten. En het zou ook kunnen dat het invloed heeft, wat verder weg in het spinnenweb, op de leeractiviteiten die je onderneemt. Sommige leeractiviteiten die kunnen misschien in meerdere leeromgevingen plaatsvinden, maar het zou ook best kunnen dat je bepaalde leeractiviteiten hebt die heel specifiek zijn voor één leeromgeving. De keuzes die je maakt en de keuzes die je überhaupt kunt maken, dus het speelveld wat je hebt, de marges daarin, die worden heel erg bepaald door bijvoorbeeld de leerdoelen, maar ook de situatie waarin de student verkeert.